let me tell you something, Agent Cooper. One of these days, before you know it, I'm going to be grown up and on my own. You better watch out. Okay, Andre. It's a deal. Now, there's only one problem with you. You're perfect. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een shoplog voor jullie en ik ga alle kleren ook showen en laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb er super veel zin in. Ik hou altijd van dit soort video's. Ik snap ook niet waarom ik deze video al zo lang niet meer heb opgenomen. Voorheen deed ik het zo vaak en de laatste tijd zat ik door mijn video's heen te scrollen en denk, maar waarom geen shoplog? Dus vandaag een shoplog! Heb ik echt mega veel geshopt. Zoals je in mijn vorige vlog al kon zien, was ik al soort van aan het passen met dingetjes en zo. En ik dacht van, nou, ik kon het niet zo heel goed laten zien, dus laat ik maar een vervolgvideo. En ik had nog wat andere dingetjes besteld bij de H&M. En ik laat maar alles gewoon even showen. Ik doe de H&M pakje als laatst, dus ik ga even eerst showen wat ik al had gekocht. Kijk, ik weet, slangenprint en printjes zijn sowieso helemaal hot nu tegenwoordig. Van, nou, weet ik niet of ik dat wel zo leuk vind, maar toen ging ik het passen en toen zag ik het aan. Toen dacht ik, hey, ik vind het eigenlijk best wel catchy. Ik had deze riem gekocht. Deze van de Zara. 26 euro volgens mij uit mijn hoofd. Ik weet het niet zeker. Kijk, nu heb ik al iets anders aan. Maar als je hem dus zo eroverheen doet. Ik heb heel vaak zwart aan. Dus als ik dan een zwarte broek en een zwart truitje en alles aan heb. Is het wel leuk als ik dan iets heb om hem zeg maar mee af te stylen. Want ik had echt riemen van toen ik 16 was of zo. Dus ik dacht echt nee, dat kan echt niet meer. Ik moet echt nieuwe riemen gaan kopen. Ik had dit truitje ook gehaald. Een beetje een okergeel truitje. En ik ben er echt heel erg blij mee. En deze gaat ook heel leuk met een broek, zoals je ziet. En hij is een beetje velvet, maar ook met een andere raffel erin. Ik weet even niet of ik het goed uitleg. Dus voor kerstoutfits helemaal ideaal. I love it. Vooral met als je een hoge broek erop doet, met zo'n riempje erbij. Echt super leuk. Helemaal klaar. Ik was bij mijn moeder in Arnhem en het was zoveel sale overal. Zie dat, nou, dat kan ik gewoon niet naar me voorbij laten gaan. Deze had ik ook gekocht. Het is gewoon een flared broek met een heel zacht, heel zacht streepje erin. Dit is echt heel erg rekkerig. Rekkerstof. I love rekkerstof. I don't know if je dat zo zegt, maar... Oh ja, dat truitje wat ik nu aan heb trouwens ook nieuw. Heb ik dus ook gehad en deze was 22 euro. Nou, vond ik echt prima prijs voor zo'n broek. Ik had hem niet bij de Zara of zo gehad, maar ik weet even niet hoe die winkel heet. Oh, wacht, het staat nog natuurlijk op het kaartje. Het staat niet op het kaartje, wacht. Nee. I don't know. Waar kom jij vandaan? Anyways, ik weet het niet meer, maar het is wel een hele leuke broek. Een winkel waar ik normaal nooit naar binnen ga, want ik wil altijd vast aan de H&M, Zara, Primark en soms wat Bijenkorf en that's it. Oké, en toen ik deze broek zag, dacht ik eerst van... Ik weet niet of ik dit wel zo leuk vind. Maar toen ik hem aan had, dacht ik echt van... Oh, ik vind hem echt super leuk. Van de Zara. Hij is wat netter. Maar je kan er ook echt wel een leuk sneakertje onder aan doen. En ik vond dit wel heel leuk. En hij zit ook best wel hoog op je heup. Dus best wel vrij hoog. Er zit net, denk ik, een stukje onder je titties. Toen ik hem aan had, dacht ik echt... Wow, we are a match in heaven. Ik zweer het je. Kleren al moet oordelen zonder dat je ze aan hebt gehad. Echt zoiets van... Eeuw, wat moet ik met deze broek? Ik vind hem echt niet leuk. En mijn moeder zei van... Dat is echt een leuke broek. Toen dacht ik, nou ja, weet je wat? Ik ga hem gewoon passen en ik zie wel hoe het schip strandt. En ik paste hem en ik was meteen verliefd. Perfect! Om door te gaan op de panther print. En deze is van Monki. En deze was 30 euro uit mijn hoofd. Hier was trouwens geen sale op. Ja, 30 euro was deze. En hij is echt super leuk. Het is een jurk. Ik dacht al van, nou, het wordt winter en het wordt koud. Maar het is super leuk als je er een leggingtje onder doet, weet je? Met sneakers of een trui eroverheen stelt. Of een colletje eronder doet. Kijk, ja, nu is het een beetje print op print. Maar stel dat ik hier gewoon een nude of een zwart colletje onder doe. Is hij echt heel erg leuk. Knoopjes aan de zijkant hebben gedaan. Dus dan wordt het echt zo'n wikkelrok. En wat ook heel leuk is, is om deze dan met van die hoge laarzen aan te doen. Die over je knie heen komen. Het is wel heel erg catchy. Ook wel best wel gedurfd. Dat moet je ook wel durven. Maar ik denk dat sommigen daar wel goed mee wegkomen. Ik ga het proberen. Ik weet nog niet of ik daar zo goed mee wegkom. Weer een print. Maar dit keer weer een slangenprint. Ja, ik vond hem echt heel erg leuk toen ik hem zag. Dacht ik, wauw, ja, deze gaat met mij mee. Hier kan je ook weer een trui overheen doen of een colletje eronder. En ik heb hem expres in een maat ML gehaald, omdat ik hem heel erg baggy wilde hebben. En niet al te strak. Ik vind het altijd leuk als... Nou, leuk. Ik vind het altijd mooi als blouses lekker baggy zitten. Zodat het lekker ruim zit.
En dan kan je nog een riempje overheen doen of het gewoon zo laten. Meestal laat ik het gewoon zo. Dus vandaar dat ik hem een maat groter heb gekocht in deze. Hij was 30 euro. En hier had ik geen sale op trouwens, jammer. Er was één winkel, die had gewoon sale op hun hele collectie. Dat is echt super vet, maar Sarah had dat niet. Ook deze te gekke beanie. Ik heb hem expres in het rood gedaan. Omdat ik een rood gewoon een leuke kleur vind voor de winter. Val je lekker op en I love it. 8 euro, dus valt op zich ook wel mee. Ik kwam erachter dat ik nog helemaal geen beanie had. Tijd om eens te kopen. Zo, voilà. Primark tasje. Yeah. Had ik niet zoveel gekocht eigenlijk. Want ik had gewoon panties gehaald. De lipstift die ik nu op heb. Het is geen lipstift, maar het is een potloodje. En dat potloodje, die kon ik heel lang niet vinden. En ik was laatst weer bij de Pri. En toen zag ik ze weer. Dus ik gebruik altijd mijn potlood voor mij als mijn lipstift. Dus ik kreeg heel vaak de vraag welke lipstift het is. Het is dus een potlood. Het is geen lipstift, gewoon een potlood. €1,50 voor die potloodjes. Maar ze zijn wel echt super fijn. En dit is de kleur Latte. Latte. Ik weet niet of ik het goed zeg. Mijn eigen lipkleur, huidskleur. Voor mij dan. Mijn eigen lipkleur, dus daarom vind ik hem echt vet. En dat zijn alle dingen die ik dus toen geshopt heb in Arnhem. Deze allemaal aan de kant doen. Ik vind het altijd alsof je jezelf een cadeautje hebt gestuurd. Je hebt het dan wel zelf betaald, maar je snapt wat ik bedoel. Dat je dan een cadeautje krijgt, weet je? Hey, een e-gift card. Thank you, Arnhem. Ik pak gewoon eentje random uit en dat wordt deze. Even kijken hoor. Wat is het ook alweer? Nee, ik krijg die dingen nooit open. Gefriemel. Piemel. Gekiebel. Nee, ik weet niet wat ik zeg. Gefriemel. Gepiemel. Gefriemel. Dat gefriemel. Dit is eigenlijk een beetje een vintage truitje. Het is wel leuk eigenlijk met dit dingetje. En hieronder is hij dan wat korter. Maar het staat wel leuk juist met de spijkerbroek. Gespje maakt hem heel erg leuk. Ja, deze had ik uit. Ik weet alweer wanneer ik deze had uitgekozen. Want ik wilde eigenlijk een andere met rood erin. Maar die hadden ze niet meer. Maar nu ben ik toch eigenlijk wel blij dat ik deze zwarte heb. Nu ik hem zo zie. Ja, ik vind hem leuk. Want ik raad het alweer door. Een witte blouse. Hoe simpel kan je het hebben? Maar een witte blouse kan je zo leuk combineren met alles. Vandaar dat ik een witte blouse heb gekozen. Ik had vroeger een witte blouse. Maar er zat ineens een hele gele vlek in. En daar word je ook niet blij van. Perfect getailleerd. Helemaal een perfect blouseje. Maar ja, ik kan, sindsdien ben ik nog steeds op zoek naar de perfecte blouse. En ik denk niet dat dit hem is. Ik weet het niet. Het is ook echt een hele dikke katoenstof. Ik moet hem even aanpassen. Ik weet niet of ik hem zo leuk vind. En toen had ik ik had een blazer gezien. En die vond ik echt super cute. De blazer was echt een match in heaven. Online dan, weet je. En nu heb ik hem dus. En nu denk ik... Want ik heb dus een maat 32 besteld. En ik heb een maat 36. Soms 34, maar nooit 32. Dus ik hoop dat ik hem pas. Maar ze hadden hem niet meer in een 34. En ze hadden hem ook niet meer in een 36. Dus dan denkt Marilou van... Weet je wat? Ik bestel gewoon heel gauw een 32. En die past mij dan sowieso toch wel. En dan heb ik hem in ieder geval. Ik hoop alleen dat hij past. Ik hoop zo dat hij past. Ik hoop het. Cross my fingers. Cross my fingers. Toch maar niet, hè? Dus ik ga hem zo passen. Ik ga hem eerst even jullie laten zien. Classy. Chic, trashic. Kijk, het is wel echt een beauty. Maar hij is zo strak, denk ik. Hij is wel echt met die schoudervulling hier. Ik vind hem geweldig. En hij is ook wat langer. Dus dat scheelt ook. En zoals ik hem nu met mijn spijkerbroek hou, ben ik in love. Het is alweer het laatste wat ik inderdaad heb. En het is ook een trui. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde soort trui als wat ik net had. Ik dacht dat ze heel anders waren. My eyes filled me again. Oké, het is eigenlijk bijna hetzelfde trui, maar dan met een andere logo. Oh my god. Ik ben echt scheel af en toe. Ik vind hem wel leuk. Misschien kan hij ook leuk zo in mijn broek, weet je. Ik vind jou wel cute. Ik dacht dat kerst komt eraan, dus ik dacht, nou weet je wat. Ik ga nu lekker shoppen voor de kerst. Kijk, hij is niet zo van knuffelen. Hij gaat heel grommel. Zie je? Dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hier op mijn hoofd te klikken. Zo, poep, en je bent geabonneerd. Ik upload 2 keer in de week video's over mijn moederleven. En soms ook random video's die ik privé gewoon leuk vind. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Dinsdag weer een vlog. En dan zie ik jullie dan. Doei doei!